Je bent zo gewend om een vrachtwagen te zien met spiegels. Dat je echt denkt bij jezelf, nou, dit is een miniatuurauto waar de spiegels vanaf gebroken zijn als kinderen ermee gespeeld hebben. Spiegels, daar ben ik zeer over tevreden. Je hebt je raam niet meer waar je doorheen hoeft te kijken. Je hebt je spiegel niet meer waar je in kijkt aan de buitenkant die nat en vies is. Je hebt alles aan de binnenkant. De camera, die is verwarmd. Dat is nog wel een nadeel. Je moet er niet van uitgaan als je dus een overnachting gehad hebt. Even je harenkam in de spiegel, dat is voorbij die tijd. Dus daar moeten we even wat anders op verzinnen. Ja. We gaan de weg, als je daar erin stapt. Dan denk je, ja, fantastisch. Ik denk dat die andere merken allemaal gaan volgen, want dit is niet tegen te houden op deze manier. Ik ben trots op ons hele wagenpark. Want ik heb echt iets dat mijn broer en ik iets hebben staan dat boven het maaiveld uitsteekt. Je merkt dan gewoon dat de chauffeurs op afkomen die solliciteren dat je wagenpark er netjes uitziet. Ik krijg klanten door ons wagenpark. Dat ze zeggen, die hebben het goed voor elkaar, het ziet netjes uit. Dus dan zal de rest ook wel goed zijn. Mijn klanten die vragen steeds meer ook wat doe jij aan duurzaamheid. En kijk, wij hebben natuurlijk een heel oud bedrijf, maar het hoeft natuurlijk niet ouderwets te zijn. Vandaar dat die Mercedes, die nieuwe Actros, daar verschrikkelijk goed in past in het hele verhaal. En dat ik dat ook gelijk aan aantonen wat wij er allemaal aan doen. Als je iets kunt voorkomen aan ellende, dat je ergens ook bovenop rijdt of dat er iemand bij je eronder rijdt, ja, daar moet je altijd in investeren. Dus dat hele sideguard systeem, dat is gewoon iets wat je tegenwoordig eigenlijk niet meer kunt wegdenken, want elke personenwagen heeft het tegenwoordig ook al. Wij hebben een onderzoek gedaan naar meerdere merken. En mijn broer is eigenlijk van het geld hier en ik ben meer van de auto's. Dus ik had zoiets van, ja, moeten we alle eitjes wel in één mandje leggen? Cijfermatig heeft hij mij ook weer kunnen overtuigen dat het eigenlijk een betere keuze is om Mercedes weer aan te schaffen. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.